Heb jij een idee hoe ik mijn tegenovergestelde ik kan tegenkomen zonder dat ik dit antwoord krijg? Dagelijks HD. Hele mensen van Leo van de Deels en Lommekje Snelle Kutje Binnengallen te de Band van Juffers Nagelele. Oftewel, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Akinator. Mijn naam is Milan Knol en vandaag gaan we weer met de waarzegger van het online internet op zoek naar mensen die jullie hebben achtergelaten in de reacties van vorige week donderdag om 7 uur. Laten we meteen gaan kijken naar de allereerste reactie en die komt van Tim O'Day Times. En die zegt, ik heb hashtag Coco gevonden op Akinator. En dan staat er een link bij. En die link die komt nu in beeld. En dan zie je een foto van dat hij Coco heeft gevonden. Nou, dat is natuurlijk mooi van goed van hem. En daarna zegt hij nog, like zodat Milan dit ziet. Nou, 14 mensen hebben dat gedaan, dus 14 mensen heel goed geliked. Moet ik ineens aan denken, hè? Heb je deze video al wel geliked? Joh, laten we de 50.000 likes halen. Dat is me nog nooit gelukt. En dat gaat nu ook zeker weten niet lukken. Nice, we gaan door. Wat Times dus eigenlijk wilde zeggen met de reactie was dat hij Coco heeft gevonden. En niet alleen hij, ook Hatema Kozovic, die zegt, zoek de goede Coco, dat hij echt Coco zegt. Want vorige week vroeg ik jullie, moet ik nog even doorgaan zoeken naar Coco, en dat ik haar echt kan vinden. Dus ja, dat gaan we doen. Maar ik dacht, hoe kan ik dit nou succesvol laten aflopen? En toen las ik even door al jullie reacties heen, het zijn er echt fucking veel altijd. En ik las door jullie reacties heen, en toen kwam ik bij deze van Joyce Krabben. En die zegt, heel erg slim. Je moet niet zeggen dat je de hond kent, want dan gaat hij automatisch aan je eigen hond denken. Net zoals bij je moeder. Fuck jou, Joyce. Jouw moeder. Dus zeg dat je hem niet kent, dan vindt hij hem misschien wel. Nou, het is geen hem, het is een haar, maar dat maakt niet uit. Ik moet inderdaad doen alsof ik de hond niet ken. Alsof ik zeg maar een van jullie ben die op zoek is naar de hond. Without further ado, wat die Engels altijd zeggen, laten we gewoon beginnen met de game. Dus we gaan op zoek naar Coco. Coco? Vraag nummer 1. Is je personage een meisje? Ja. Leeft je personage in Amerika? Nee. Zit je personage nog op school? Nee. Heeft je personage kinderen? Nee. Is je personage bekend van YouTube? Ja. Coco is namelijk af en toe wel op YouTube, ja. Heeft uw personage een kat? Nee. Woont uw personage in Utrecht? Wonen wij in Utrecht? Ja, wij wonen in Utrecht. Is je personage een volwassen man? Nee. Speelt je personage bij de Red Panthers? Nee. Komt je personage voor in sprookjes? Nee. Spreekt je personage Nederlands? Nou, ik zie Jill wel complete gesprekken hebben met de hond, maar of dat Nederlands terugpraat? Nee. Woont je personage in Nederland? Ja. Maakt je personage deel uit van een groep met 10 of meer leden? Nee. Is je personage een mens? Nee. Is je personage klein? Ja. Ik denk aan Coco. Holy shit. Gewoon nou in één keer. Wow. Ik snap even serieus niet hoe dit kan. Hoezo nu in één keer wel? Fucking vaag. Nou ja, in ieder geval, Akinator, goed gedaan. Gaan we door naar de volgende reactie en die komt van Bodiel Werkhoven en die zegt, zoek Gordon of Gerard like zodat Milan dit ziet. Volgens mij heb ik Gordon al een keer gezocht in een aflevering, dus we gaan Gerard Joling gewoon zoeken. En misschien komen we wel bij de toppers uit. Vraag nummer 1, is je personage van het vrouwelijk geslacht? Van binnen ja, van buiten nee. Is je personage een Nederlandse? Nee. Draagt je... Nederlandse YouTube gamer? Nee. Draagt je personage schoenen? Ja. Woont je personage in Nederland? Ja. Is je personage momenteel ouder dan 30 jaar? Volgens mij wel, ja. Is die een zanger of... Ja, hij is een zanger, ja. Is je personage homo? Ja, dat is hij ook, ja. Heeft je personage donker haar? Volgens mij wel. Ach, jongen, die kleurt dat toch elke keer? Ja. Is de moeder van je personage nog in leven? Volgens mij wel, ja. Heeft je personage krullen? Nee. Is je personage Schots? Nee. Komt je personage van het internet? Nee. Is je personage slim? Oké. Dit is eigenlijk weer een beetje een mening, maar vind jij Gerard slim? Ik denk 50-50. Ik bedoel, hij is slim omdat hij kan goed tv maken. Hij weet wat hij moet doen. En daar moet je slim voor zijn. Dus het is knap wat hij doet. Maar ja, waarin bedoelt hij slim? Ik zou zeggen waarschijnlijk wel, omdat hij wel weet wat hij aan het doen is. Heeft je karakter een vriendin? Nee. Ik denk aan Gerard Joling, zanger die raar is en vooral met Gordon. Zanger die raar is en vooral met Gordon. Nou Gerard, als je kijkt, de mensen vinden je raar. Want de mensen die vullen dit natuurlijk in als antwoord, als ze jou hebben gevonden. Hé, hey, eerlijk, ik had niet verwacht dat we je zo snel zouden vinden. Maar Akinator, goed gedaan. Gaan we naar de volgende reactie en die komt van DJ Hard Killer. En die zegt, zoek een blobvis, een lelijke vis, like zodat Milan dit ziet. Met zij oogbal. Jezus, tering, jij kan echt niet schrijven. Je hebt een beetje last van tekin, oftewel type kan ik niet. Maar ik zal wel een blobvis gaan zoeken
met mijn oogbal. Oké. Okay. En voor als je niet weet wat een blobvis is, dit is een blobvis. En als hij er toevallig uitziet zoals jouw ex eruit ziet, dan kan dat best kloppen, want heel veel exen die lijken op dit. Vraag nummer 1, is je personage een man? Je hebt volgens mij mannen en vrouwen. Hebben die dingen überhaupt seks en shit? Weet ik niet. Ja? Nee? Waarschijnlijk wel? Weet ik niet. Heeft je personage de vorm van een dier? Ja. Loopt je personage op 4 benen of poten? Nee. Is je personage een soort vogel? Nee. Maar het zou wel echt fucking hilarisch zijn als een blobvis kan vliegen. Is je personage een soort vogel? Nee. Heeft je personage echt bestaan? Ja. Leeft je personage onder water? Ja. Leven jij en je personage in hetzelfde huis? Nee. Heeft je personage superkrachten? Nee. Is de persoon aardig? Yo. Hoe weet je of een blobvis aardig is? Weet ik niet. Speelt je karakter in een horrorfilm? Kan maar zo, maar nee. Komt je personage uit Australië? Oeh, ik weet niet waar ze vandaan komen. Weet ik niet. Is je personage Libanees? Denk het niet. Is je personage kaal? Een blobvis is inderdaad kaal. Houdt je personage van eten? Wie niet? Ik bedoel, ja. Is je personage jonger dan jij? Ja, dat weet ik niet. Speelt je personage de viool? Ik weet niet waar je dat fuckje aan denkt, Akinator, maar nee. Woont je personage in IJsland? Weet ik niet. Ik weet niet waar die beesten vandaan komen. Is hij dik? Ja? Denk, ja? Is je karakter Vietnamees? Jongen, dat weet ik niet. Is je personage doof? Ik weet niet. Hij ziet er wel uit alsof hij fucking dom is en doof en blind misschien wel. Maar heb je oren nodig onder water? Nee, waarom zou je oren nodig hebben onder water? Oh, tuurlijk wel, als er een vijand komt. Oh my god, dan ben ik dom. Hebben vissen oren? Yo, what the fuck? Ik ga even meteen googlen. Vissen hebben geen oren, maar ze kunnen wel horen. Hun oren zitten in hun kop. Vissen kunnen veel beter horen dan mensen. Oké, what the fuck? Dus een vis heeft geen oor, maar ze kunnen wel horen. Die zit namelijk in hun hoofd. Huh? En daarmee kunnen ze ook nog eens beter horen dan dat wij kunnen. Waarom de fuck hebben wij dan deze gigantische dingen? Als het ook gewoon in ons hoofd kon zijn. En dan nog beter ook. Hallo, evolutie. What the fuck is er misgegaan? Maar terugkomend op vraag nummer 20. Is je personage doof? Nee. Is je personage een walvis? Nee. Ik denk aan een zeekoe. Dier onder water. Nee. Bijna, Akinator. Bijna. Is je personage nog in leven? Ja. Is je personage Nederlands? Nee. Is je personage gelinkt met dieren? Ja. Is je personage gelinkt met haaien? Nou, in zekere zin. Haaien zijn onder water. Blobvis ook. Dus waarschijnlijk wel. Is het een vrouw? Dat weet je niet. Komt je personage uit de Final Fantasy? Nee. Is je personage afkomstig uit Nederland? Nee. Leeft je personage met zijn moeder? Nee. Is je personage grijs? Nee, hij is een beetje roze, hè, die blobvis. Is je personage beroemd dankzij film? Nee. Is je personage gelinkt met een tv-serie? Nee. Komt je personage uit een tv-serie? Nee. Heeft je personage een staart? Nee. Is je personage dik? Ja. Is je personage momenteel meer dan 40 jaar oud? Dat weet je niet. Komt je personage uit Argentinië? Nee. Leeft je personage in de 19e eeuw? Weet ik niet. Is deze persoon Spaans? Weet ik niet. Heeft je personage een lange staart? Nee. Heeft jouw karakter ooit een banaan gegeten? Jezus, vraag jij me wat. Groeien bananen onder de zee? Nee. Zal het dan een banaan hebben gegeten? Nee. Ik denk aan octopus. Een flubberig dier. Nee. Hij is de hele tijd aan het gokken. Dat is niet goed. Is je personage klein? Wat is klein? Ik denk het niet. Nee. Komt je personage voor in de film Titanic? Nee. Werkt je personage momenteel voor televisie? Nee. Alhoewel, ik ken wel iemand die erop lijkt. Paul de Leeuw. Maar nee. Is je personage ouder dan jou? Weet ik niet. Is je personage gek op eenhoorns? Nee. Moet ik even terugkomen op dat stuk dat ik zei. Paul de Leeuw. Maar Paul de Leeuw vind ik heel aardig. Maar Blobvis is kaal. Paul de Leeuw is kaal. Weet je wat? Dat is een grapje. Oké, kunnen we weer door? We kunnen weer door. Heeft je personage benen en poten? Nee. Is je personage van Smosh? Nee. Bijt je personage graag? Weet ik niet. Is je personage een vampier? Nee. Is je personage een vrouw? Nee. Is hij van Oh Wild Channel? Nee. Rijdt je personage op 4 wielen? Ja hoor, een blobvis op wielen. Blobvis op wielen? Nee. Is je personage roze? Ja! Is hij bekend? Nee. Komt hij uit IJsland? Dat weet ik niet. Praat je personage? Nee. Is jouw personage afkomstig uit Zuid-India? Weet ik niet. Ik denk aan een blobvis! Hij weet het eindelijk! Oh my god! Goed gedaan, man. Het duurde even wat langer. Dit is echt weer sinds tijden dat het zo lang heeft geduurd dat Akinator iets kon vinden, hè, guys. Besef. Besef dat, hè. Besef. Maar Akinator, goed gedaan. Gaan we naar de volgende reactie en die komt van Lifestyle by Jame. En die zegt, hey Milan, zoek jezelf op. Maar bij elk antwoord dat je ja hoort te zeggen, zeg je nee. En bij elk antwoord dat je nee hoort te zeggen, zeg je ja. Dan kom je uit op iemand die het tegenovergestelde van je is. Dat vind ik een briljant idee. Laten we op zoek gaan naar de tegenovergestelde Milan Knol. Want wie ben ik als ik niet was? Wow. Vraag nummer 1. Is je personage van het vrouwelijke geslacht? Nee, dus ja. Heeft je personage kinderen? Nee, dus ja. Woont je personage in Alphen aan de Rijn? Nee, dus ja. Kent jouw personage jou persoonlijk?
Ja, dus nee. Is je personage rechtshandig? Nee, dus ja. Ik ben linkshandig. Er zijn maar weinig linkshandigen op de wereld. Maar ben jij linkshandig? Ik ben met jou. Ik voel met je mee. Ik voel met jouw frustratie mee dat wanneer jij aan het schrijven bent op school en je schrijft met een pen, dat jij dan naar rechts gaat schrijven en vervolgens met je fucking hand weer door je eigen schrift heen gaat. Ja, daar hebben jullie geen last van, hè, rechtshandigen? Nee, daar hebben jullie nooit nagedacht. Nee, dus ik denk, ik zeg het maar even. Daar hebben wij last. Dat zijn de linkshanders troggels. Laten we doorgaan. Is je personage een huisdier van een beroemdheid? Nee, dus ja. Draagt je personage een bepantsering? Nee, dus ja. Is je personage in de politiek? Nee, dus ja. Is je personage paars? Nee, dus ja. Zit je personage nog op school? Nee, dus ja. Is je personage dood? Nee, dus ja. Is je personage gelinkt met sport? Nee, dus... Nou, in zekere zin, FIFA 16 dat ik speel, een beetje sport, doe ik waarschijnlijk... Wat is wel dus? Waarschijnlijk niet, doe ik dan. Is hij knap? Dit is weer zo'n mening, weet je wel. Oh my god, is hij knap? Ik zeg van mezelf dat ik niet knap ben, dus dan ben ik wel knap. Haha, slim hè? Oké, dit was awkward. Volgende vraag. Heeft hij bruin haar? Nee, dus ja. Speelt je personage Minecraft? Ja, dus nee. Speelde hij in Iedereen is gek op Jack? Nee, dus ja. Is de achtergrond van het personage het Midden-Oosten? Nee, dus ja. Ik denk aan een slimmerik die alle knoppen indrukt in een vaste volgorde om te zien wat er gebeurt. Shit, we hebben niemand gevonden. Er moet een tactiek zijn om mijn tegenovergestelde ik tegen te komen. Heb jij een idee hoe ik mijn tegenovergestelde ik kan tegenkomen zonder dat ik dit antwoord krijg? Laat het me weten in de reacties hier beneden. En vond je dit nou een leuke video? Like dan deze video. En zie ik jullie graag volgende week donderdag om 7 uur. Share. Milan is gay en autistisch en ze past. Oké, die eerste twee snap ik. Gay, dat ben ik, ja? Daar zijn we nu over uit. Daar hebben we nu genoeg reacties over gehad. We kunnen er allemaal over uitgaan dat ik gay ben.